Ja, ik vond het heel dope, want hun level is echt omhoog gegaan. Het was echt, sommigen waren nog in een schulp, maar nu kwamen ze echt naar buiten. En dat is echt, daarvoor moeten deze dingen echt vaker gebeuren. Dan blijft die level steeds omhoog gaan. Ja, want was het een moeilijke keuze als jurylid wie er zou gaan winnen? Nee, voor mij is het best wel makkelijk vaak te zien. Omdat ik reis door heel de wereld en ik heb zoveel battles gejureerd, dus het zit echt in me. De winnaars, Sinterzooi! Gefeliciteerd! Dankjewel. Wat vond je van de tegenstanders? Ja, pittig. Zeker. Ze hebben heel veel vuur gebracht, vooral de laatste twee, omdat hun broers van elkaar zijn. En hun trainen dus heel veel samen. Gefeliciteerd met de tweede plek. Dankjewel. Ik vond het heel erg goed gaan. We dansen gewoon hoe we dansen. Je moet nooit veranderen in je dans naar iemand anders. Dus ja, we zijn gewoon zelf gebleven. Waarom doe je niet mee aan deze battle? Natuurlijk, omdat het in mijn eigen stad is natuurlijk, Rotterdam. En het is altijd het beste om je in je eigen stad te kunnen bewegen, want daar voel je het meeste liefde.